Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een video in de mooie natuur. Er is wel redelijk veel wind. Nu ja, ik heb een Samsung op mijn microfoon staan, dus ik hoop dat het goed gaat gaan. En ik ga jullie vandaag een video gaan maken met lezen van jullie reacties hier in de natuur, want de zon schijnt fel. Laten we beginnen. Dat is niet normaal hoeveel echo. What the fuck? Dat was leuk. De eerste reactie is van Nick. Jij, een video. Ja, inderdaad, een nieuwe video. Hier in de natuur. Kijk hoe, ik ben gewoon zo blij als iets. Ik zit hier in fijne natuur, zon recht op mijn bol. Een kwartiertje van mij thuis af en ik ben hier. Wauw, een video. De volgende reactie van Kai. Haha, besef dat ik dit kanaal 5 jaar terug gewoon elke dag keek. Ik zag deze video in de abonnementenbox en ging hem kijken en het was weer een goede video hoor. 5 jaar geleden, dit YouTube-kanaal bestaat denk ik maar een goeie 5 tot 6, dus warm. Een goeie 5 tot 6 jaar. Dus het is chic om te zien dat je eigenlijk zoveel jaren al kijkt en dan nu in één keer terug te zien krijgt naar jouw video's, naar deze video's. Het is gewoon fantastisch leuk om te horen dat je terug komt kijken naar deze video's. Ik vind het gewoon heel fijn en heel tof. Bedankt Kai. Woehoe. Een volgende reactie van Stef Spook. Ik vind dit de beste video ever. Weet je wat? Ik ook. Ik ga hem terugkijken. Er komt volk. Nee. Klinkt misschien heel onnozel, maar ik vind het extreem vervelend om verder te filmen als er mensen langskomen. En je moet weten dat er een hele verre afstand is. En ik haat dat. En toch ga ik vlogs gaan maken in pretparkje. Maar ja, de volgende reactie is namelijk van Dutch Wilco. Extreem veel bedankt voor jouw extreme, volledig grote donatie. En daarom heb ik ook een reactie van hem. Zo hé, van wie zijn geld koop je die extra dingen voor je setup? Van jou? Dank je. En hij zegt er nog bij, edit, thanks voor de props van de donatie en veel plezier met je cursus. Dat is waar, ik heb namelijk eigenlijk een cursus bijgekocht om eigenlijk te leren editeren, om beter te editeren. Dus dat gaat binnenkort ook wel wat beetje, je kunt het misschien wel een beetje zien in de vorige video's, deze video misschien wat minder. Maar ik ben eigenlijk meer aan het leren om beter te editeren. Dus dat gaat eigenlijk binnenkort ook gaan komen, wat meer effectjes, bla 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 bla. Dat ja, ik moet eigenlijk volgende middag thuis zijn en het is al 11:40 en ik moet een kwartier wandelen. Ai, dat komt niet goed. Oké, okay. Daar is weer volk. Nee. Een volgende reactie van Game & Tate. Game & Tate NL. Oké, okay, graag gedaan, maar ja. Hele fijne verjaardag, Gens. Gefeliciteerd, man, dat je nog jaren mee mag gaan. Gefeliciteerd met je 23ste verjaardag. Zoals jullie weten, of niet weten, ik ben 23 geworden. De 12e mei, schrijf het in je agenda. En ja, dat is eigenlijk een goede leeftijd al. En ik vind het gewoon fantastisch fijn om nog altijd video's te maken. Het heeft niet heel veel weergave, maar wat maakt mij wel uit? Ik werk. Nee. Ja. Doei. Wat een gekke naam heeft deze volgende. Een reactie van Vating. Vating? 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 Wat een naam. Hij reageert. Hoi Jens, goed bezig. Dank u. Even bedankt. Doei. Dit is wel een heel fijne reactie. Een reactie van Jonky. Ik speel geen Minecraft, maar toch een like omdat jij het bent. Dit is zo'n plezante reactie. Dat is gewoon een reactie puur zoals de persoon dat jij bent. En ik vind dat gewoon fantastisch. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Het is gewoon leuk om te weten dat sommige mensen ook de video's kijken en dan gewoon reageren erop van ik vind jou het fijnste, dus daarom kijk ik naar jouw video's. Dus dat vind ik wel immens fijn. Dus ik vind dat duimpje omhoog, zeker weer, doe duimpje omhoog, abonneer op de knopje, bel. Ik heb geen bel bij. Moet ik toch de volgende keer eens gaan doen? Bel meenemen. Gekke Jordan vraagt. Hoe de fuck weet je dat ik dat vandaag nodig heb? Heb, niet hebt. Kieken. Dat is de vraag. Hoe weet ik dat? Geen idee eigenlijk. Maak gewoon video's. Ja. Vandaag in het nieuws een onnozele reactie van Jesse. Doe dit nooit meer. Je test alles verkeerd uit en lult veel te veel shit. Ik weet het, ik lul veel. Ik praat nu zelfs in een Samsung. Dus? Dat is zo'n reactie die ik soms krijg en waarvan ik begin te denken, ja, ik weet ook niet alles. Hè. Ik maak gewoon een plugin tutorial, ik zoek alles op het internet. Vind ik niks op internet, ja, dan kan ik geen video te goed maken. Hè. Natuurlijk, ik lul het een beetje vol om aan bijvoorbeeld die 10 minuten te geraken, want dan krijg je zogezegd meer geld. Ja, je krijgt meer, maar onder de 10 minuten ook hoor. Maar ja, dus daarom probeer ik eigenlijk gewoon met sommige dingen heel veel uit te gaan zoeken en sommige dingen vind je niks over. En dat was het in dit geval, dus ik vond er geen gegevens over en daarom mis ik er ook niks over. Dus als een website niet genoeg alles bijhoudt, kan ik er ook toch niks over vertellen. 5 euro op je muil, gauw.
Dat was de reactie van Maximum Wafel op een video dat ik van de map van een kijker heb gedaan. En daar kwam ook dat titeltje in van 5 euro op je, 5 euro. Op je muggen. Oh, dat heb ik ooit eens een video gebruikt. Nooit meer. Dit is een heel fijne reactie. Dit is een reactie van Joris Carmichael. Carmichelt? Sorry, ik heb je naam klakkeloos verkeerd uitgesproken. Hij zegt, ik ben zo super blij met jouw kanaal. Ik heb een eigen Minecraft server die vooral door jou in elkaar zit. Ik zoek nu alleen nog een goede scoper plugin. Ik hoop dat je mij kan helpen. Nu, van dat laatste stuk probeer ik jou te helpen binnenkort. Maar ik vind het gewoon heel fijn van deze reacties. Het zorgt er eigenlijk voor dat ik wat motivatie extra bij krijg. En het is gewoon leuk om te doen. Gewoon, de tutorialserie doet het zo goed nog altijd. Ook al leek Minecraft af te zwakken. Maar dat is eigenlijk terug aan het komen. Minecraft is echt gewoon in één keer een piek aan het maken. Het is meer geïnteresseerd. Het waait. Oh jee, frisse lucht. Oh ja, even genieten. Maar ja, zo'n reacties vind ik gewoon fantastisch fijn om te doen. Het is gewoon heel leuk om te zien dat mensen nog altijd zo geïnteresseerd zijn in bepaalde topics. En dat zie je echt als een piek naar boven gaan op mijn YouTube-kanaal. Ik vind het gewoon fijn. De volgende reactie is van Rosa Speelt. Amai, doe dat dus niet op een extreem warme dag rond gaan lopen in de savanne? Oh. Dus de reactie van Rosa Speelt. Super tof kanaal, nog steeds. Je bent een van de enigen die nog actief uploadt voor tutorials. Ik vind dat super fijn en blijf zo doorgaan. Misschien is het wel leuk als je een Minecraft server koopt of heb je dat al? Nou ja, by the way, super toffe video. Even wat drinken. Als je op verplaatsing bent, zorg voor water. Ik ben inderdaad een van de mindere die actief uploadt van tutorials. Nu, er zijn er natuurlijk al Nederlandstalig. Er zijn heel veel Engelstalige... Ik ben moe! Er zijn heel veel Engelstalige tutorials nog altijd op de wereld. En dus die zijn er wel nog veel. Nederlandstalig altijd minder en minder. Maar het is gewoon fijn en leuk om te doen, dus ik doe dat graag. Heb ik een eigen server? Nee. Maar binnenkort komt er wel iets terug van Mixamcraft. Mixamcraft? Bekijk de oude video's, dan ga je wel zien dat is een pretpark server die misschien gaat terugkomen. Normaal wel, maar ik mag er nog niet veel over vertellen. Ja. Oh, dank je. Je bent een toffe YouTuber, zegt namelijk Casper de Zeeuw. De Zeeuw? Ja, de Zeeuw. Oh, dank je. Oh, man. Oh, leuk. Oh, ik moet een boom gaan knuffelen. Dat was overdreven, ik ga geen boom knuffelen. Oh, eigenlijk staat er een boom. Dat is wat te ver. Oh nee, ga ik dat echt gaan doen? Het is middag. Normaal komt niemand meer hier voorbij op deze wandeling. Oké, daar gaan we. Gelukkige verjaardag! Ja, oké. Dat hebben we gehad. Iedereen op de hele wereld heeft dat hier gehoord, want hier is een immense echo. Was van Maximum Wafel. Dank u. Mijn oren galmen na gewoon van die verjaardag. Godver. Alweer Maximum Wafel, de laatste reactie. Namelijk... Wap, wiep, boop. Nooit gedacht dat hier zoveel echo was en de zon is aan het weggaan. Oh, dat doet goed. Jezus. Oh, eigenlijk een wolkje. Trouwens, als je het je afvraagt waar ik zit, ik ben hier dus aan het opnemen. Dus dit is hier allemaal in het bos. Daarachter liepen nog mensen. En als ik helemaal rond ga, dat is hetgeen wat ik allemaal rondom mij zie. En een boom die we ook gaan knuffelen. Die, met zo te ver. Focus! Ah! Fort focus. Oh nee, dit is anders. Waarom is nu zon, alsjeblieft? Eventjes voor een paar minuutjes. Dank je. We zijn dus op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video/vlogstijl vonden. Dus laat zeker en vast een duimpje omhoog. Graag een keer dat abonneerknopje aan en vergeet dat bellicoontje niet. Ik moet nu binnen... Ja, ik moet eigenlijk thuis zijn. Ja, ik moet thuis zijn. Maar ja, maakt niet uit. 20 minuutjes later, ik moet nog 20 minuten wandelen naar huis. Dan kom ik thuis, ga ik eten, deze video bewerken en dan zien jullie die straks. Maar we zijn dus op het einde. Ik hoop dat jullie dit fijn vonden. Willen jullie misschien vaker lezen van jullie reacties hier in de natuur hebben? Ik vind het fantastisch, veel vrijheid. Soms een volk die langskomt, maar het is gewoon fantastisch. Dus laat zeker vast dat duimpje achter. Maar, mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!